Hilbert, jij bent secretaris van deze vereniging. Hoe lang bestaat die inmiddels? 43 jaar. 43 jaar? Ja. Zo. Ook op deze plek. Dus 43 jaar geleden is deze vereniging opgericht. In die 43 jaar is er een heleboel gebeurd, hè? Heel veel. Ja. Heel veel. En dit weekend hebben jullie kampioenschappen. Nou, we hebben het grootste minigolf-evenement dat er in Nederland is. Mm-hmm. We zijn al een paar jaar de grootste minigolfvereniging van Nederland. Dus we zijn op allerlei fronten zijn we heel erg actief. En hoeveel mensen komen er dit weekend? Naar schatting bijna 160 minigolfers. En waar komen ze allemaal vandaan? Vanuit Friesland, vanuit het westen, Ridderkerk, Geldrop, Limburg, overal vandaan. De topspelers die komen vaak alleen maar naar banen die er heel goed bij liggen. Mm-hmm. En dus, deze baan ligt er al jarenlang goed bij en wordt ook heel goed onderhouden. We werken puur alles op vrijwillige basis, alles. Dus ook de afgelopen weken is er heel hard gewerkt om de deelnemers aan niets te laten ontbreken. Wat is er nou zo leuk aan midgetgolf? Als ik over mezelf spreek, dit is voor mij het 50ste jaar al dat ik minigolf speel. En ze kunnen mij na 50 jaar kunnen ze mij nog steeds midden in de nacht wakker maken om een rondje te gaan minigolfen. En waarom? Minigolf is heel belangrijk om je te concentreren. En precisie is hier heel belangrijk. Dus vandaar dat me dat blijft boeien. Ondanks dat ik al verschillende keren het ideale rondje van 18 heb geslagen, over 18 hindernissen, blijft het toch weer telkens weer een uitdaging om dat weer te herhalen. En ideaal is iedere keer hole in one? Of? Ja, dat is ideaal. Maar dat is al meer voor mij weer een paar jaar terug. Oké. Ja, want bij gewoon golf moet je een hindernis of een bal in een bepaald aantal pars, een bepaald aantal slagen in het gat doen. Hè? Ja. Hoe werkt dat hetzelfde bij midgetgolf? Nou, als ik bijvoorbeeld bij baan 1 niet met een 1 begin, maar met een 2, dan hebben we het over 1 misser. Dus je gaat uit van 18 en elke baan die je dus mist en dan geen 1 maakt, geen hole in one maakt, dan tel je dat als misser. Okay. Dus sommigen worden een rondje van 25, is dan 7 missers. En buiten dat midgetgolf heel leuk is, heb ik begrepen dat jullie ook een hele gezellige club hebben. We hebben een geweldige vereniging met heel veel vrijwilligers. En we hebben heel fanatieke spelers. En we hebben ook mensen die echt puur voor hun plezier hun rondje meedraaien. Kan iedereen maar zo lid worden bij jullie ook? En hoe moeten ze dat doen? In principe wel. Want we hebben leden van ver af. We hebben leden in Apeldoorn, in Zwolle. Vanuit Leeuwarden zijn er zelfs leden hier. Niet dat die hier vaak komen. Die zijn wel lid bij onze vereniging. Ja. Zo hebben wij dus heel veel leden. Ja. Voor zo'n kleinere gemeenschap hebben wij plus minus 65 leden. Ja. En zijn er ook nog veel leden hier uit de buurt? Ja. Te weinig vind ik uit Doorwerth zelf, maar we hebben leden uit Arnhem, uit Ede, uit Wageningen. Dus wel in de regio, dat wel. Nou is de vereniging, of misschien ook wel iedere vereniging, best belangrijk voor een regio, hoor. Ja, en dat is hier ook. Meer voor de recreatie. Maar we proberen wel mensen enthousiast te maken voor de sport. Als we in de gaten hebben dat een bepaalde bezoeker hier het een beetje in zich heeft of meer belangstelling heeft, dan haken wij natuurlijk zo snel mogelijk op in. Ja. Want wij kunnen nog steeds leden gebruiken, zeker jongere leden kunnen we gebruiken. Dus en voor de sociale contacten in de gemeente, voor recreanten, die kunnen het hier een geweldige middag hebben. Ja. Want je kunt hier ook je verjaardagsfeestje vieren, hè, zag ik. We hebben heel veel verjaardagsfeestjes. We hebben heel veel arrangementen, zoals je dat noemt. En gewoon mensen die puur voor hun plezier met hun gezin hier middag komen vertoeven. Ja. En ze gaan meestal met de meest tevreden gezeten gaan naar huis. Ja. Dus dat wel. En het voordeel is, je kunt het vanaf heel jongs tot heel oud kun je het beoefenen. Maar ieder op zijn eigen niveau en ieder op zijn eigen norm. Wat hij belangrijk vindt als hij hier komt.
Dus dat, dat is wel heel belangrijk voor de hele regio eigenlijk. Ja. Ja. En internationaal gezien is de vereniging ook nog van enig betekenis? Het is nationaal doen wij. Wij proberen als vereniging overal aanwezig te zijn, zoveel mogelijk op toernooien en op Nederlandse kampioenschappen. Maar ook internationaal timmen wij aan de weg. We zijn zelfs vorig jaar zijn we met het damesteam nog naar de Europa Cup geweest in Portugal. We gaan de komende week gaat er een Nederlands team met deelname van Duno naar Italië voor de Europese kampioenschappen. We gaan ook nog een week later, dacht ik, met de jeugd, waar ook een talentvolspeelster bij ons, Carina Dijkers, dat die daar dus ook bij is. Verder gaan we met een groep Nederlands team, waarvan ook leden van onze vereniging bij zitten, die gaan naar de wereldkampioenschappen in China. Dus we zijn overal overgoed vertegenwoordigd. Ja, we komen niet alleen allemaal hier naartoe, maar jullie gaan ook overal naartoe. Ja, we gaan ook overal naartoe. We zijn daarvoor. Ik vind zelf ook, we hebben een beetje de verantwoording, de taak om niet alleen hier de vereniging te vertegenwoordigen op ander gebied, maar ook dat we dus ook op andere banen gaan doen. Zo willen wij dus zoveel mogelijk reclame maken voor de sport en in het bijzonder voor het Duno. Volgens mij moet dat wel lukken. Dat gaat zeker lukken. Hey, you're in the back, baby.